Een hele goede middag op deze woensdag. Het is 14 oktober. Ik ben klaargemaakt en leuk dat je meekijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Over klaarmaken gesproken. Ik vertelde jullie gisteren dat ik niet zo blij was met mijn kleding. Dat ik een beetje het gevoel had dat ik een kloffie aan had. En ik was daar helemaal klaar mee. Ik merk gewoon dat als ik in huis ben, ik minder snel mijn spijkerbroek aantrek, omdat het gewoon met schoonmaak en zo wat minder comfortabel is. En dat ik gewoon sneller voor een soort van legging kies. Maar eigenlijk ziet het er gewoon niet uit. Laten we heel eerlijk wezen. Dus ik lag in bed en ik had helemaal een outfit in mijn hoofd. Ik dacht, ja, ik wil weer een keer mijn all-time favorite zwarte broek aan met mijn trui, met mijn naam, die ik geweldig vind. Toen ging ik mij klaarmaken en toen gebeurde het. Ja hoor, een foundationvlek in deze nieuwe schone zwarte broek. Nou, niet nieuw. Kijk, hier zit hij. Hier hebben we dan de foundationvlek. Ik kan er niks meer aan doen. Ik heb hem geprobeerd te verwijderen, maar dat is niet gelukt. Dus ik moet ermee leren leven. De enige manier om hem weg te krijgen is in de was. Ik heb hem net aangetrokken en ik wilde hem eigenlijk de komende dagen aan. Op zich geeft het niet heel erg, want ik ben de enige die het weet. Oké, jullie nu ook, maar mensen buiten gaan het niet zien. Maar ik baalde er wel van. Ik dacht wel even, hij is fijn. Maar ja, dat hoort ook bij het leven van een make-upper. En soms gaat je foundation een beetje lopen. En dat gebeurt dus bij mij. Ik heb vanmorgen ook al een outfit in mijn hoofd. En daarbij kan ik hem verbergen. Dus op zich is het niet heel erg. Maar om deze vlog even te beginnen. Ik heb een heel erg leuk pakketje gehad. Ik ga hem er even bij pakken. Dit is namelijk het pakketje. En hij is van een van jullie. Ik heb met... Zij heet Marianne. En ik heb met haar al een paar keer contact gehad via Instagram. Toen vroeg zij wat dingetjes. Daar heb ik op geantwoord. En we hadden gewoon een leuke conversatie. En toen was ik vorige maand jarig. En toen vroeg ze mij of ze mij iets mocht opsturen. Omdat ze mij dat heel erg gunde. Dat vond ik super lief. En toen kreeg ik afgelopen weekend een berichtje dat het allemaal iets langer had geduurd. Omdat er wat persoonlijke dingen tussen waren gekomen. Maar dat ze iets ging opsturen. En toen ik dus uit bed kwam, stond het pakketje voor mijn deur. Ik heb hem al wel even opengemaakt. En er zit, het is heel goed verpakt. Er zit een hele lieve kaart in. Ik zal even aan jullie gaan voorlezen met hele leuke stickertjes erop. En een ingepakt pakje. Dus laten we beginnen met de kaart. Die is echt heel erg leuk. Kijk, het is een hondje in een regenjasje. Hoe schattig is dat? Ik ga hem even voorlezen. Hoi Angela, heel veel plezier met de cadeautjes die ik je stuur. Ook iets lekkers voor je lieve katjes erbij. Die horen er tenslotte ook bij. Ik geniet van je vlogs, je enthousiasme over make-up. Die producten die je uittest, geeft mij weer aanleiding om naar de kruidvat te gaan. Heel veel plezier ermee. Ik vind dat iemand dat soms echt nodig heeft. En zo iemand ben jij. Het leven is niet altijd makkelijk, maar zet hem op, Angela. Heel veel liefst van Marianne. Super lief. Er zitten ook allemaal echt hele leuke stickertjes in. Ik ga hem even zo houden, want haar adres staat er ook in. Maar kijk, hele leuke stickertjes zitten erin. Ik moet hem even zo houden. Heel lief beplakt. Echt een heel lief kaartje. Ik vind kaartjes altijd al super leuk. Ik bewaar ook echt alle kaartjes. En dan gaan we nu door naar het cadeautje. Ik ben wel heel erg benieuwd. Super leuk ook dat het ingepakt is. Dus laten we het even uitpakken. Ik zal jullie een beetje omlaag zetten. Zodat we het kunnen uitpakken. Oh, dit is heel goed beplakt. Ik hoop dat ik het goed krijg. Vast wel. Ik moet gewoon gaan scheuren. En deze zit erin. Het Bloom Eyeshadow Paletten van Max & More. Wauw, hij is echt prachtig. Wauw, zo leuk. Dit paletten kwam uit toen ik net bij de Action was geweest. En ik wilde deze zo graag hebben. En ik zat al te denken, ik moet naar de Action, want ik wil paletten hebben. En nu heeft zij mij deze gewoon opgestuurd. Echt een geweldig palet. Op de achterkant staan ook nog hele mooie kleuren. Hier ben ik echt super blij mee. Echt fantastisch. Ja.
Als je zo graag iets wil hebben, dan ben je gewoon super blij als iemand dit aan je geeft. Hier ben ik echt zo blij mee. Dankjewel. Dan. Oh, hoe wist je dit? Kijk, deze reep. Dit is de reep. De peanut reep. Die wilde ik al heel graag proberen. En dit is dus een melkchocoladereep met M&M minis erin. En ik wilde deze reep zo graag proberen. En elke keer dan was hij bij het kruidvat of bij de trekpleister en dan hadden ze hem niet. En toen wist ik dat ze hem alleen bij de Albert Heijn hadden. En wauw, dit vind ik ook wel echt super leuk dat deze erin zit. En heel erg lief dus voor de katjes deze turkey strips. Dus hier gaan ze ook zeker echt van smullen. Marianne, echt super bedankt voor dit hele leuke, lieve pakketje. Ik ben hier echt super blij mee. Ik ga het ook gaan de paletten met heel veel liefde proberen. De reep ga ik ook echt testen, want hier ben ik zo benieuwd naar. Ja, ik ga je zeker nog een berichtje sturen als bedankje. Maar ook even via deze vlog. Heel erg bedankt, want ik ben hier echt super blij mee. Dus nogmaals, dankjewel. Ja, dan gaan we toch maar even over, denk ik, naar iets wat we even moeten bespreken. En dat is de lockdown. Ja, het is natuurlijk een heel lege lockdown. Maar we hebben een lockdown aangekondigd gekregen. Soort van. De restaurants zijn dicht. De horecagelegenheden zijn dicht. Ik had het wel verwacht. Ook sportclubs zijn weer gesloten. Maar wat ik dan wel heel dubbel vind, is dat bijvoorbeeld de Eredivisie door mag spelen. Ja, het zijn scherpe maatregelen. Ik vind het persoonlijk nog wel meevallen. Maar dat komt misschien omdat er voor mij heel weinig verandert. Als jij er heel veel last van hebt, vind je het natuurlijk heel heftig. Ik ga eerst even mijn neus snuiten, dan kom ik bij je terug. Zo, dat is beter. Maar ik denk ook dat het wel nodig is om nu weer even flinke stappen te zetten. Aangezien de cijfers gewoon echt wel de pan uitreizen. Wat ik in eerste instantie begreep is dat het voor 2 weken zou zijn. Maar nu hoor ik ook dat ze op heel veel platforms zeggen het is voor 4 weken. Dus het is mij niet helemaal helder. Ik heb zelf het idee dat we over 2 weken weer een conferentie krijgen. Om dan te kijken hoe het dan ervoor staat. De mondkapjes worden ook verplicht. Ik denk zeker dat het voor de horeca en... ja, vallen kroegen ook onder horeca? Nee, eigenlijk niet, hè? Nou ja, gewoon dat hele plaatje, dat het echt een flink domper is. Want sportscholen mogen wel open blijven en dat soort dingen. En ook de koopavonden zijn natuurlijk nu eraf. Koopzondagen weet ik eigenlijk niet. Maar het verkoop van alcohol na 8 uur mag niet meer. Ja, die zie ik niet helemaal als helder. Want als mensen willen drinken, gaan ze gewoon 's middags een lekker voorraadje inslaan. Ik denk wel dat dit nodig is. En het is gewoon te hopen dat dit gaat werken. Want ik denk dat we anders nog wel weer een stapje verder zullen gaan. Maar dat is, ja, weet je, het is iets wat nu gewoon echt even moet. En ik denk gewoon, als we er met z'n allen nu gewoon weer heel erg goed voor gaan, dat het misschien wel weer beter zal gaan. De mondkapjes willen ze nu ook gaan verplichten. Hier zit nog wel een heel juridisch aspect aan. Dat zijn ze nog aan het uitzoeken. Maar binnenkort moeten we ook gewoon mondkapjes dragen. En ja, weet je, ik net wat ik zeg, ik denk gewoon, het is voor de horeca heel zwaar. Afhalen mag bijvoorbeeld wel. Dus je kan wel gewoon bijvoorbeeld je eten afhalen. En misschien is het dan, als je graag eten wil bestellen, het fijn om het via lokale restaurants te doen waar je wilt bestellen. Zodat het percentage van het bedrag volledig naar hun toe gaat. Als je het via thuisbezorgd doet, gaat er nog een percentage naar thuisbezorgd. En als je bij hun zelf zou bestellen, dan gaat het volledig naar hun toe. Alleen het is wel prettig als een restaurant ook thuis bezorgt. Kijk, in mijn geval, ja, weet je, ik zeg dat nu wel heel leuk. Maar ik kan natuurlijk niet naar buiten. Dus zou ik toch graag eten willen bestellen, moet ik het via thuisbezorgd doen. Want dat is het enige wat thuis brengt. Omdat ik het zelf niet af kan halen. Maar misschien als mensen gewoon het wel af kunnen halen, dat dat een optie is. Zodat je het, ja, dat het volledige bedrag naar hun toe gaat. Maar ja, het is gewoon weer even allemaal afwachten. En Rutte was ook streng, maar ik denk dat het nodig is geweest. Verder heb ik het perfecte plaatje gekeken. Dat duurde nu 1,5 uur, maar ze hadden ook 10 deelnemers. Alleen om 9:30 kreeg mijn tv een storingetje. En
had ik eventjes helemaal geen televisie meer. En daar baalde ik een beetje van. Want toen miste ik een deel van de opdracht. Uiteindelijk heb ik hem wel weer aan de praat gekregen hoor. Ik heb hem even gereset. Maar toen had ik wel een deel gemist. En dat vond ik wel jammer. Ik heb even getekend voor het leven gekeken. En nog Jane the Virgin en Rex. En ben met de foto's aan de gang geweest. Dan moet ik nog even twee van opnieuw doen. Dat was mijn avond. Ik ben al heel erg lang aan het praten. Dus nu ga ik gewoon de woonkamer doen. En daar ga ik jullie gewoon even bij zetten. Dus laten we dat maar eventjes gaan doen. Zo, alles weer schoon. Ik heb nog even geknutseld, maar er was net eventjes een situatie in de groepsapp. Want er was iemand gehackt op Facebook, dus dat moesten we even snel melden. Die zon schijnt zo vervelend nu. Nou, wat vervelend zeg. Maar ik wil nog even heugelijk nieuws met jullie delen, want daar ben ik heel erg blij mee. Ja, de 320 abonnees zijn binnen. Yippie, superleuk. Ik had net trouwens ook nog eventjes de televisie afgenomen. Dat was ik vergeten met dat spreetje. Misschien eventjes een goede tip. Probeer je telefoon wat vaker te reinigen. Want het schijnt dat coronabacteriën heel lang kunnen overleven op je telefoon. Langer dan gedacht wordt. Ik gebruik zelf altijd een spray. Deze komt bij de Action vandaan. Dit is zo'n screen cleaner. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon een vochtig doekje goed uitgewrongen gebruiken. In ieder geval als het maar bacterie dood is. Dodend is. Want ik las dus dat ze best wel lang kunnen overleven. En eigenlijk, ik bedoel, telefoons en tablets zijn natuurlijk gewoon vieze dingen. Want kijk eens hoe die van mij onder de vingerafdrukken zit. Ze zijn weliswaar alleen van mij. Maar kijk, dat is gewoon niet fris. Ga uit, zeg ik. Dus die ga ik zo ook even doen. Vanavond weet ik nog niet wat ik ga kijken. Want je hebt Steenrijkstraat Arm. Dat ga ik sowieso kijken. Je hebt OB's. Je hebt Drinking the Stars. Dat komt tegelijk. Dat moet ik opnemen. Je hebt Bureau 040. Je hebt Waar doen ze het van? Dat wil ik gewoon even in zijn geheel gaan terugkijken. Want dat lukt niet met opnemen. Want ik kan maar twee programma's tegelijk opnemen. En je hebt Hotter Than My Daughter. Vond ik altijd heel leuk, alleen het is wel met Bridget. En ik ben dus niet zo fan van Bridget Maasland. Dus ik weet nog niet zo goed of ik ga kijken. Dat moet ik nog eventjes bedenken. Maar ja, in ieder geval, ik ga televisie kijken. De vlog is dus af. Ik ga sowieso eventjes de thumbnail maken. En deze alvast dus in ieder geval inplannen voor morgen. Ik ga mijn artikel even schrijven. En voor de rest heb ik gewoon Rex en Jane the Virgin. Dus dat is het dan ook wel. Ik ga even lekker relaxen en dan ga ik straks lekker warm douchen. En dan de bank op en dan eten en dan ben ik klaar voor goede tijden. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder niks bijzonders meer doen. Dus ja, ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 15 oktober. Ik ben klaargemaakt en ik heb net eventjes stof gezogen en de kattenbak geschept. Want ik ga zo boodschappen doen. Het zou eerst 4:30 worden, had ik gisteren een berichtje. Maar toen kreeg ik toch een berichtje straks dat het 3:00 werd. Dus dat vind ik ook wel lekker. Even iets vroeger. Dan ben ik ook weer een beetje bij tijd terug. Dus ja, dat is wel prettig. Volgens mij heb ik een hele smerige bril op. Ja, zie je, er zit een vlek op. Die ga ik even schoonmaken en dan ga ik even met jullie verder praten. Zo, gelijk een stuk beter met de schone bril. Ik had hem al schoongemaakt, maar toch niet helemaal goed. Ik heb weer nachtmerries gehad.
Ik merk ook dat ik nu heel erg veel over mijn overleden opa aan het dromen ben. En ik snap ergens wel waar het vandaan komt. Ik had er vorige maand heel veel last van. Want toen was de sterfdatum en nu heb ik ook wat meer last van. Maar dat komt niet omdat hij morgen jarig zou zijn geweest. En op een of andere manier komt dat in mijn dromen toch terug. Ik kijk ondertussen even waar Mickey is. Die moet hier ook rondlopen. Ja, waar is je vriendje, muis? Dus ik merk dat ik dat heel erg meeneem. Nou, ze moet hier ergens rondlopen. Ik weet het ook niet. Dus, ja, dat is altijd een beetje apart dat dat zo bijblijft. Dus daar heb ik wel weer wat meer last van. Daardoor slaap ik wat minder. Ik heb nu ook een dekbed overtrek erop liggen die gewoon erg zweet. Die niet heel lekker ligt. Hij verplaatst ook steeds. Dus elke keer heb ik ook bijvoorbeeld een punt waar dan niks zit. En dan schud ik hem elke keer wel weer op. Maar waarschijnlijk lig ik zo te woelen met slapen dat dat niet erg bevorderlijk is. En eigenlijk zou het goed zijn om mijn slaap ook te meten 's nachts. Dat kan door middel van mijn horloge. Alleen ik vind het gewoon niet lekker om met een horloge om te slapen. Ik wil gewoon mijn armen vrij hebben. Vooral omdat ik ook heel vaak met mijn arm onder mijn zij lig. Omdat ik heel snel last heb van pijn, zeg maar, met liggen. Omdat ik op mijn botten lig. Dus dan heb ik heel vaak mijn arm eronder. Maar goed. Ja, het is wat het is. Hi, laat je je ook even zien. Gisteravond lekker televisie gekeken. Ik heb gekeken naar Steenrijkstraat Arm. Was ook wel een mooie uitzending. Ik moet het even een beetje terug. Oh ja, dat was wel heel zielig. Die man die... dat waren mensen uit Groningen. En in Groningen hebben ze natuurlijk heel erg last bepaalde delen van aardbevingen. En die mensen die hun huis was onbewoonbaar verklaard vanwege die aardbevingen. Dus ze hadden nu een tijdelijk huis. Er was een bepaald woord voor, maar die weet ik even niet meer. En dat was een stuk kleiner, want ze hadden eigenlijk 4 kinderen. Maar eentje was al uit huis, dus ze hadden nu nog 3 thuiswonende kinderen. Die man die was helemaal depressief geworden door al dat met dat huis en ook... zijn werk daardoor was hij verloren. Dus dat was allemaal wel heel sneu. Dat was een heel emotioneel gezin. Dat had ik wel in de gaten. Het rijke gezin, daar kreeg ik niet heel veel hoogte van. Wat ze nou voor werk deden. Zij had sowieso een loterij gewonnen. En daar hebben ze denk ik meer geld van gemaakt. Maar wat het nou precies allemaal inhield, dat werd mij niet helemaal duidelijk. Vond ik een beetje abracadabra. Ik heb OB's gekeken. Was ook wel heel erg mooi. Er was iemand die had ook reuma en het was wel heel heftig, want zij moest een operatie ondergaan. Want zij was drager voor het gen voor borstkanker en zij wilde dus preventief haar borsten laten verwijderen en ook haar eierstokken. Hebben wij eileiders? Nou, in ieder geval ook alles wat met de baarmoeder volgens mij te maken had. In ieder geval die eileidstokken. Maar daardoor moest zij eerst heel veel afvallen. Want anders dan was die operatie te risicovol. Zij moest eigenlijk 30 kilo afvallen. Want ze hadden niet zo hoog ingezet omdat ze dus reuma heeft. En met medicijnen bleek het allemaal lastiger te zijn. Uiteindelijk is ze toch nog 35 kilo afgevallen. Dat was wel heel knap. Dus het was ook echt, je zag ook echt heel goed verschil. Ik heb Jane Virgin gekeken. Ik heb echt letterlijk volgens mij nog 5 afleveringen. Dan ben ik er al doorheen. Erg jammer, maar het was erg leuk. Ik heb Rex gekeken. De vlog die heb ik ingepland. Mijn artikel die heb ik geschreven. Dus prima avondje, dus wel lekker. Nou zei ik gisteren heel leuk. Ja, hè, ik had die vlek in die broek. Daar heb ik morgen geen last van, want ik heb een vest aan. Nou, dat probleem ging niet helemaal op. Want het vest was groter dan ik dacht. Ik kan het je laten zien. Dit is een vest wat ik ooit bij de Action heb gekocht. Ik moet hem zo weer even goed knopen. Maar kijk, die broek, die vlek die zat lager. Die vlek zat hier en mijn vest die komt dus tot hier. Dus dat ging niet helemaal op. Dat was een beetje jammer. Maar het is niet anders. Ik ga eventjes het oude papier bij elkaar sprokkelen. Dan kan dat straks weg. Dan ga ik nog even wat drinken. En dan wacht ik tot mijn coach er is. Dan ga ik boodschappen doen. En dan zie ik jullie weer als ik terug ben, want ik ga hiervoor toch niks meer doen. En het is vandaag eigenlijk, ik doe een niks dagje, behalve boodschappen. Dus ik zou zeggen tot strakjes. Zo, ik ben weer thuis. Ik heb alle boodschappen binnen. Ik ga jullie gelijk ook even laten zien wat ik heb gehaald. Ik kom echt net binnen gevallen. Ik heb gelijk de katten gevoerd. En mij zit hier nog het laatste beetje op te eten. Ik was even bij Trekpleister Kruidvat en Zeeman geweest. Ik wilde namelijk weer kuppensoep. En Kruidvat had ik niet. En Trekpleister had ze wel. Er staat eigenlijk niet eens een prijs op, maar oké, die heb ik gehaald. Die gaan er altijd hard doorheen bij mij.
Ik heb ook eventjes wattenbolletjes gehaald, want die vind ik altijd wel fijn. Dan kan ik ook weer eventjes... ik heb daarvoor een dispensertje staan op mijn tafeltje. Van mijn make-up hoek. En dan kunnen deze in. Bij het kruisvat heb ik even deze Dettol gehaald. Want hier was ik mezelf altijd mee. En die van mij die was bijna op. Ik was me hier dan mee als ik wakker ben. En ik had nu een paarse variant. Die vond ik toch iets minder dan deze. Maar deze hadden ze de laatste tijd niet. En nu hadden ze er meer. Nee, deze was met korting. En ik had eventjes maatverband gehaald. Want dat heb je nodig. Dan heb ik even wat onderbroeken gehaald. Want ik had dus ook wat onderbroeken nodig voor de tijd van de maand. En ik heb dus eventjes ja, 3 setjes van 2. Ik heb deze gehad. Ik heb maatje S. En deze is met bloemetjes en gewoon een basic zwarte. Nou ja, dikke prima. Dan heb ik deze gehaald. Het is een panter printje. Geloof ik. Tijgertjes. Nou, ik weet het niet. En ik heb deze meegenomen. Dus gewoon even 3 basic broekjes. Die prima zijn. En ze hadden mondkapjes. Ik heb nog even een mondkapje meegenomen voor 2 euro. Die kun je dus wassen. En ik heb nu een roze genomen. Dan gaan we door naar de boodschappen. Bij de Lidl kwam ik dit prullenbakje tegen. Die heb ik meegenomen. Want moet ook mijn... ja, hier kan ook kattengrit en zo in. En je groenten. Overgebleven stukken van groenten. Je koffiepads. Dus die ga ik daarvoor gebruiken. Dan heb ik hier toiletpapier. Heeft men ook nodig in het leven. Nou, uiteraard weer friet. En aardappelschijfjes. En ik heb kreukelfrietjes voor straks daar in de aanbieding. Ik heb weer eventjes boter voor bakken en braden. Ik heb broccoli, die was ook in de aanbieding. Dus dat was ik ook wel blij mee. Ik heb een shootje. Ik heb weer even een nieuwe wc-reiniger. Dit is de Toiletblok Powerball, gewoon basic. En ik heb hier, ik heb boontjes en daar zit het stickertje van de broccoli op. Dus, nou, dat was dat. Dat zal ik even terug doen als ik terug kan. Dan heb ik nog wat andere dingetjes. Ik wilde heel graag de draadjesvlees bij de Aldi, maar dat was al uitverkocht. Dus, wat heb ik wel? Ik heb nog in de aanbieding spekjes. Kippenpootjes voor zondag. Gekruide kipkluifjes. En ik heb dit. Ik heb Halloween potato chips voor maandag. Van de Aldi heb ik de chocomel. Dan heb ik een grote schnitzel voor straks. Nog slavinken. En dat was het. Dus ik ga dit gelijk even opruimen. Nou ja, ik ga zo nog even lekker relaxen. Strakjes lekker douchen en dan eten maken. Vanavond kijk ik Chantal komt werken en Chateau Meiland. Ik heb ook vanavond weer Clem, daar heb ik zin in. En Jane Virgin. En voor de rest, wat heb ik nog meer? Ik ga even foto's bewerken en misschien nog wat doen aan de video voor zaterdag. Dus dat wordt verder mijn planning, niet heel spannend. Maar ik ben er wel moe, want ik het was druk met boodschappen doen. Het was echt heel druk. Het was echt bijna niet te doen en heb ik het zo benauwd met het mondkapje. Maar ja, goed. Het is wat het is. Ik ga nu dan ook gewoon morgen weer zien, want ik ga nu verder toch niets meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Hele goede middag op deze vrijdag. Het is 16 oktober. Ik ben klaargemaakt en vandaag zou mijn opa jarig zijn geweest. Hij zou 89 zijn geworden. Wat een leeftijd eigenlijk. Dus daar staan we toch een beetje bij stil. We hebben elkaar toch even sterkte gewenst met op de, of straks al op de app. Dus dat. Ik heb net even een telefoontje gedaan en dat duurde allemaal een beetje lang. Dus ik moest dat allemaal eventjes een beetje onthouden. En ik heb even wat dingen genoteerd. Dus ik wacht nu op een e-mail daarvan. Maar goed, daardoor ben ik dus allemaal iets later. Ik heb gisteren lekker televisie gekeken. Ik heb gekeken naar Chantal komt werken. Ik heb het idee dat het het laatste was. Ik vond hem wel leuk, want ze was in een kapsalon. En die andere... Oh, dat was met mensen die een beperking hadden. Dat was ook wel heel schattig. Daarna heb ik Chateau Meiland gekeken.
Ik heb Clem gekeken, wat ook super spannend was. En ik heb Jane Virgin gekeken. En ik heb volgens mij echt nog maar 4 afleveringen nu. Dus het einde komt al echt in zicht. Maar het was verder een prima avond. De foto's zijn bewerkt, dus het was allemaal prima. Ik ga nu even de kattenbak scheppen en hier even stofzuigen. Dan ga ik daarna sop maken om de slaapkamers te doen. Maar ik had weer een kookboek binnengekregen, die ik jullie even zal laten zien. Ik moet alleen eerst even iets noteren voordat ik het vergeet. Want ik schrijf heel veel dingen op hier op mijn bord. En ik ben bang dat misschien het e-mailadres niet helemaal goed is gegaan. Dus het kan zijn dat ik nog weer contact moet opnemen. Maar dan zal ik dat maandag of dinsdag even doen. Want ik heb nu al een tijd aan de lijn gehangen. En daar heb ik niet zo heel veel zin in. Dus. Maar goed, ik had dus een... bij Avro kun je dus elke keer kookboeken bestellen. Zal ik jullie even op het statief zetten. Dat praat even iets handiger om hem te laten zien. Bij Avro kun je even de zoveel tijd een gratis kookboek bestellen. En dat heb ik jullie een poosje geleden ook al laten zien. Maar het komt nu dus weer. En hij was dus al binnen. Want ik heb hem echt letterlijk vorige week aangevraagd. En hij was dus al binnen. Ik pak dus nu even mijn statief erbij. Even lekker rommelig. Maar ja, soms heb je van die dagen mijn dag wat ook even iets anders dan gepland. Er zit weer een op tabak te graaien. Ja, dat is het leven van iemand met dieren. Ik draai even het dingetje erop. Dat staat goed. Nou, het kookboek werd dit keer bezorgd met PostNL. En er zit dus zo gepakt. Ik zal hem er even uithalen. En de kookboeken van Avro zijn echt heel mooi. Dit is het kookboek met je kookboek receptenweek. En dit zijn de favorieten van de buurttafel. Kijk, zo ziet zo'n boek eruit. Ik heb het toen ook al een keer laten zien, maar toch misschien voor de mensen die het leuk vinden. Heel stevig boek. En er staan dus allerlei gerechten in. Ja, ik zal eens eventjes... Oh, dit ruikt ook zo lekker als je zo'n boek open doet. Hier hebben ze bijvoorbeeld tray bake met kip, aardappelen, kroketjes en pompoen. Er staat dan ook echt een afbeelding bij en dus hoe je dat moet doen en de benodigdheden. Het zijn echt hele mooie kookboeken. En ja, Hollandse gehaktschotel met rosti dakje bijvoorbeeld. Ik wilde dat toch nog even laten zien, want mocht je zo'n kookboek willen bestellen, kan gewoon gratis dus. Kost je helemaal niks, het kost alleen even tijd om te wachten. Maar ja, het zijn verder gewoon gratis boeken en ze zijn gewoon super mooi. Dus dat wilde ik even meegeven. Nu ga ik als de malle aan de gang, want het is alweer wat later dan gepland. Dus tijd om even iets te doen en ik zet jullie bij de slaapkamer dus bij. Thank you.
Zo, is gewoon een slaapkamer verder. Oh, ik ga even zo zitten, want ik zit precies met de zon in mijn gezicht. Dat is heel fijn. Lekker mijn bed weer verschoond. Ik ga vanavond intens genieten van mijn schoon bed. En dit is wel fijn, want dit dekbed overtrek heeft knoopjes aan de overkant. Dus dan zit ik niet steeds dat ik met mijn voet half in mijn dekbed hang. En dat had ik bij deze wel. Dus ik vind het echt heerlijk weer een schoon bed. Maar gewoon even lekker alles weer schoon. Ik wil nog een beetje opruimen, maar dat ga ik morgen gewoon even lekker doen. Het wordt gewoon lekker een rommelweekend in huis. Nou ja, in huis dat is natuurlijk voor mij altijd zo. Dat is niks nieuws voor jullie, maar een beetje rommelen vind ik wel lekker. Even het eten alvast klaargezet. Dus katjes hebben net lekker gegeten. Ik heb de bakjes even opgeruimd, want Mickey zat met een bakje te schuiven. En dat vind ik wel zo bloedirritant als ze dat doen. Vanavond kijk ik de Mask Singer. Het wordt wel leuk. Mijn moeder kan dit keer niet meekijken. Dus ik ga met Nathalie speculeren. Dus ik ga mijn lijstje er weer bij pakken. En verder ga ik nog even Thank You for the Music een stukje kijken. En ik heb vanavond de laatste twee afleveringen van Feuten en dan Jane the Virgin. Dus ja, op zich wel zin in. Ik ga even de video verder afmaken. Daar heb ik gisteren al wel een begin mee gemaakt. Maar die wil ik dus even helemaal afmaken. Zodat die klaar is om morgen of vanavond alvast geüpload te worden. Dat die morgen online komt. De thumbnail moet nog even gemaakt worden. En ik moet een blogpost schrijven. Dus dat is het ook. Is verder niet heel spectaculair. Ik ga zo lekker even de nagellak eraf halen voor het douchen. Want het ziet er nu echt een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 17 oktober. Ik ben klaargemaakt. Ik heb net meteen nagels maar weer geknipt, want die waren alweer lang. Ja, dat groeit echt als een malle. Ik snap soms niet hoe het kan. Maar nou ja, aan de ene kant is het denk ik een goed teken, want dan ben je wel gezond. Nou is er gisteravond een best wel interessante discussie ontstaan in Nederland. Het bericht kwam binnen dat de koninklijke familie op vakantie was gegaan naar Griekenland. Het is allemaal een beetje sneaky gegaan. Want minister De Jonge die wist hier niks vanaf. Die kreeg op een gegeven moment een vraag vanuit de pers. En hij stond er eigenlijk een beetje... Ja, hoe moet ik het zeggen? Naar zijn mening zouden ze niet op vakantie gaan. Rutte bleek hier wel van af te weten. En het bleek inderdaad ook te kloppen. Want ja, de pers heeft het in de gaten gehouden. En hun hebben dus een vliegtuig zien vertrekken. Dat is het regeringsvliegtuig waar de koninklijke familie dus gebruik van maakt. Dus het bericht kwam binnen dat ze op vakantie waren gegaan naar Griekenland. Oké, ze hebben een eigen woning in Griekenland. Hun kunnen natuurlijk, hun hebben de luxe dat ze in een soort van privéjacht kunnen vliegen. Ze zouden niet eens een piloot nodig hebben, want Willem-Alexander kan zelf vliegen. Maar in mijn hoofd klopte dit niet. Ik was ook serieus een beetje kwaad toen ik dit las. Ik dacht, ja, hallo, wij worden met z'n allen gesommeerd, heel Nederland, om zoveel mogelijk thuis te werken, om zoveel mogelijk binnen te blijven. En we mogen op vakantie. Ik dacht, Nou, toen kwam Grapperhaus ook nog even aan het woord. Nou, die neem ik sowieso niet serieus naar dat hele debakel wat er is gebeurd met zijn trouwerij. Dus ik was hier nogal verbaasd over. En toen later, toen zit ik dus op de bank en toen komt het bericht binnen dat ze dus hun vakantie ook daadwerkelijk af gingen breken. Omdat de reacties nogal negatief waren. En ik snap dit. Weet je, ik heb heel veel reacties gezien op social media. Heel veel reacties die zeiden ook, ja, mensen doen niet zo moeilijk. Laat die mensen lekker op vakantie gaan. En dan denk ik van, nee, je moet het goede voorbeeld geven. En ook... dat zegt ook natuurlijk wat over de mensen die zo'n reactie zeggen, denk ik. Want ik keek gisteravond het nieuws en toen zag ik ook alweer heel veel mensen die toch weer op vakantie gingen. En dan denk ik van, maar dan zijn ze ook zo heel onverschillig. Staan ze voor die camera. Ja, ik wil gewoon op vakantie. Ja, had je nog geen annuleringsverzekering? Ja, maar ja, daar ga ik geen gebruik van maken. Want ik krijg daar toch mijn hele geld niet mee terug. En ik heb het al zo lang gepland en ik wil nu gewoon op vakantie. En dan denk ik van, doe je zo egoïstisch? Weet je, je hoeft nu niet naar het buitenland. Ik bedoel, als je echt heel graag op vakantie wilt, er zijn ook in Nederland plekken waar je gewoon een, bijvoorbeeld een midweekje weg kan boeken. Vind ik het verstandig? Nee, totaal niet. Maar ja, je houdt toch altijd van die eigenwijze mensen erbij die dan toch even denken dat ze een tandje extra zijn in de wereld.
Maar ik vond het wel heel goed dat ze toch die vakantie hebben afgebroken, de koninklijke familie. Dus laat ik dat maar even vooropstellen. Maar zo zie je maar hoe mensen toch weer verschillend in deze hele situatie staan. Hè, de reacties zijn zo verschillend en jullie hoeven het ook niet met mij eens te wezen met wat ik nu vertel. Maar ik vertel nu wel even puur van wat ik, hoe ik erover denk en wat ik erbij voelde. Want ik was er best wel verbaasd over. Goed, dan zag ik net een heel mooi filmpje, want in België hebben ze ook de Masked Singer en in de jury zit Karen Dame. En dat is een oude, misschien weten jullie dat wel, dat is een oud K3 lid van de allereerste K3, de originele K3. En zij dacht dat Kathleen Aerts, dus ook een origineel K3 lid, in een van die maskers zou zitten of een van die pakken. Nou, toen ging zij zich onthullen en het was inderdaad Kathleen. Dus dat was een heel emotioneel weerzien. Karen die ging er gelijk heen, moest helemaal huilen en zo. Vond ik echt wel heel mooi om te zien. Volgens mij hebben ze elkaar echt ook jaren niet gezien. Want Kathleen die woont in Zuid-Afrika en die heeft daar gewoon haar leven. Maar ze was dus nu even terug in België. Dus dat was echt een heel mooi filmpje. Ik heb ook de Masked Singer gekeken. Ik keek dit keer samen met Nathalie. Uiteraard in ons eigen huis. Maar we houden dan contact via de app wat we denken. Maar Nathalie liep op een gegeven moment een beetje achter. En ik liep heel erg voor. En dus ja, ik baalde er een beetje van dat we nu toch niet samen kunnen kijken. En er moesten ook twee mensen uit. Toen zei ik op een gegeven moment, ja, ik ben al bijna bij een onthulling. Ja, zet hem op pauze. Dus toen kon zij even verder kijken. Toen waren we op een gegeven moment weer op gelijke hoogte, zeg maar. Toen konden we het echt verder samen kijken. Dat was heel leuk. Het skelet ging eruit. Hier zat Kim Veenstra in. En wij hebben die naam ook echt genoemd. Alleen voor ons gevoel kon dit niet, omdat zij zwanger is. Nou, het bleek dus wel gewoon te kunnen, want ze hebben dat pak zo wijd gemaakt, waardoor je gewoon niks van die zwangerschap zag. En ja, ik dacht qua benen, dit skeletje had hele dunne beentjes. Dus ik dacht, ja, eigenlijk zou Kim Veenstra wel kunnen zijn. Maar omdat ik dus in mijn hoofd zat met zwangerschap, kon het niet. Maar zo was het dus wel. De tweede die eruit ging, dat was de koning. Nou, die had ik dus never niet geraden. Want dat was Diederik Jekel. Dan moet ik ook wel zeggen, dan merk je toch wel dat je mensen ook niet zo heel goed kent. Want ik weet dat hij wel aan de desk zit bij RTL Boulevard. Dat kijk ik nooit. Ik ken deze man verder niet. Ik weet dat hij iets doet met wetenschappen en dat hij heel geleerd is. Maar daar houdt het ook wel bij op. Dat was wel de verrassing van de avond. Ik heb Jane Virtue gekeken. Nog 3 afleveringen te gaan, dan is het klaar. Heel jammer. En ik heb de laatste feuten gekeken, dus dat was ook wel top. Dus daar ben ik nu doorheen. Nu ga ik stofzuigen, kattenbak scheppen. En even de medicijnenla opruimen. Ik wil even kijken wat er van mijn was droog is en dat eventueel even opvouwen. Ik ga sowieso even bullet journalen en misschien even wat plantjes weggooien, want die zijn wel heel erg dood. Dus ik ga jullie even bij wat dingen erbij zetten en dan gaan we wel even kijken hoe ver we gaan komen. Dus tijd om even wat te gaan doen. Ik kijk even naar mijn plantjes en ik vraag me af of ze al echt heel dood zijn. Deze lijken nog best wel mooi, die ook wel. Alleen die vind ik niet zo heel mooi meer. Dus ik denk dat ik nog even een dagje wacht met dit weggooien. Dat ik nog even moet kijken op Google wanneer je ziet of een plant dood is. Want ik kan het dus niet zo heel goed zien. Inmiddels staat het prullenbakje ook hier. Ik doe nu gewoon het kattengrit in, wat ik dan schep uit de kattenbak. En dat kan ik gewoon het bakje eigenlijk even de klep eraf, dan kan ik die even meenemen. En dan kan ik die gewoon gelijk uitscheppen. Dus dat is wel ideaal. Ik heb even wat spullen gepakt voor handwas. Dan wilde ik nieuwe broekjes even in handwas doen. En mijn mondkapje. Dit is dus mijn mondkapje. Maar kijk hoe goor die is. Want kijk, je ziet hier allerlei make-up resten. Dus die ga ik even proberen in de handwas te doen. En ook deze, want dit is het dingetje wat ik altijd op mijn hoofd zet. Maar die is ook best vies. En ik vergeet hem dus bij de witte was te doen. Maar dit wordt wel een interessant iets. Hoe dat gaat werken. Ik zal je trouwens even laten zien hoe dat er bij mij uitziet, zo'n mondmasker. Dan kun je zien hoe groot dat is. Nou, ik heb dus even het mondmasker opgedaan. Zie je hoe groot het hier is? Hoeveel kiertjes ik hou? Ik weet niet of dit normaal is. Maar ik vind hem dus echt wel heel erg groot. Maar goed, we gaan even kijken of die schoon moet in de was. Thank you.
Nou, het mondkapje is dus helemaal schoon geworden. Alle make-up vlekken zijn eruit, dus die ga ik even ophangen dat die kan drogen. Dan heb ik hem weer schoon als ik hem nu ga gebruiken. Zo, ik heb lekker nog even geknutseld. De was is voor het grootste gedeelte weg. Ik heb dus ook het handwasje al opgehangen. Die was al klaar. Er waren nog een paar truien die droog, dus die heb ik nog even opgehangen. Maar de was hier is weg en daar het grootste gedeelte. En dat hangt ook alweer netjes in de kast, dus dat is wel fijn. Ja, de plantjes was ik dus nog niet helemaal over uit. Dan moet ik nog eventjes googelen. Verder heb ik de medicijnen even opgeruimd. Ik was echt al een paar dagen mijn pilletjes kwijt voor mijn allergie. En nu heb ik ze weer gevonden. Dus dat is wel fijn. Dus dan zie je maar dat je gewoon af en toe die lijf gewoon goed moet opruimen. Dan heb je al die lege doosjes, die moeten gewoon weg. Dus dat was wel prettig. Vanavond kijk ik Hou van Holland en ik denk dat ik eventjes Thank You for the Music verder afkijk. Ja, ik heb dan Jane the Virgin en ik ben nog qua serie niet uit wat ik wil gaan kijken. Ik heb Zonder Stad staan, wat ik heel leuk vind, wat ik eigenlijk wil gaan kijken. Maar ik heb ook nog 30ers dat ik heel graag wil gaan zien. Dus ik moet nog even gaan kijken wat ik wil gaan kijken. Dus daar ben ik nog niet helemaal over uit. Dus daar ga ik nog even over nadenken. Voor de rest probeer ik vanavond alweer een groot deel van de vlog af te krijgen. Zodat dat dan dinsdag niet zoveel werk meer is. En ik ga even de meteennagels in ieder geval lakken. Straks lekker warm douchen. En verder niet heel bijzonders. Dus heel veel bijzonders. Dus dat wordt verder mijn avondje. Ik ga nu nog even lekker relaxen. En dan straks even lekker warm douchen. En dan zie ik jullie ook gewoon morgen weer. Want er is verder toch niks meer wat ik ga doen nu. Dus de katten hebben gegeten. En ik zou bij deze zeggen, ik zie jullie morgen weer. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 18 oktober. Ik heb Ajax aangezet, want die zijn aan het spelen tegen Heerenveen. Dus wel weer een keer leuk op de zondagmiddag. Ik vind het altijd een fijn tijdstip dat ze spelen, 2:30. Maar het is heel knuffelig. Ik heb een beetje jeuk op mijn hoofd. Gisteravond, ik had even eten besteld. Daar had ik wel heel erg zin in. Was ook goed te doen. Ik had nu een restaurant gevonden waar het minimum bestelbedrag maar 10 euro was. Ik moet zeggen, dat is nog best wel lastig hoor, als je alleen bent. Als ik soms de mogelijkheid heb, zeg maar, om het af te halen bij de snackbar hier, dan betaal ik 8 euro nog iets en dan heb ik er een milkshake bij. En dat is vaak met online bestellen niet zo. Het is hier ook wat moeilijker, want er zijn niet heel veel. Het zijn niet echt snackbars die bezorgen. Maar het was nu wel een keertje lekker. En ja, weet je, ik doe het niet zo heel vaak. Dus ik heb er wel intens van genoten. Ik moet ook zeggen, dit was ook wel de eerste keer dat ik bestelde dat ik ook echt een hele goede frikandel erbij had. Want vaak, de frikandellen bij de andere restaurants die zijn vaak wat dunner. Die smaken wat anders. Maar dit was echt wel een goede frikandel. Dus dat was wel heel lekker. Ik heb het Hou van Holland gekeken. Dat was wel weer leuk. Jeroen die won weer een keertje. Volgende week de laatste aflevering. Alles loopt nu natuurlijk een beetje op zijn eindje. Dus dat was ook leuk. Daarna had je de bingo 100.000. Dat was ook wel leuk. En ik heb op twee schermen gekeken. Ik heb dat en op de laptop gekeken. En toen heb ik even Thank You for the Music afgekeken. Mijn batterij is bijna leeg. Dus ik ga even verder vloggen met mijn telefoon.
Zo, de vlog is ook weer voor het grootste gedeelte af. Dus die heb ik gisteravond eventjes tot en met gisteren afgemaakt. Dat is ook wel weer fijn. Ik heb alvast even verder gaan werken aan een persbericht die dinsdag online moet komen. Dus wat dat betreft was het wel een prima avondje. Jane the Virgin gekeken, nog 2 afleveringen te gaan, dan is het echt over. En daarna ben ik overgegaan naar Zonnestad. Ik zag wel 30ers maar 4 afleveringen had. En ik dacht, nou, kan ik ook nog wel een keer kijken als er niks op tv is. Maar dit was wel weer heel erg leuk, want ik heb Zonnestad, dat heb ik ooit gekeken met Nathalie altijd vroeger. En ik merk nu dat ik die eerste aflevering bijvoorbeeld echt nooit heb gezien. Dus dat was wel echt super leuk, dat ik dat nu kon zien. Vandaag niet veel op de planning. Ik ga zo even stofzuigen en alvast weer even de groenten afhalen voor dinsdag, want het beviel vorige week zondag heel goed. Even foto's maken en ondertussen gek ijs kijken. Dus het is verder niet heel spannend, maar gewoon bezig. Ik zal jullie vandaag ook nergens bij zetten. Ik kreeg net wel het bericht dat Rutte dus wel daadwerkelijk op de hoogte was van de vakantie van de koning. Dus ik weet niet of dit nog gevolgen gaat hebben. Ik denk niet dat dit hem heel goed gaat doen voor eventuele volgende stemmingen. Maar ja, we moeten het even afwachten. Ik ga even de kattenbak scheppen en dan even stofzuigen. En dan ga ik even wat dingen doen. Dan zal ik je straks nog even laten zien welke producten ik deze week fotografeer. Ik ga even genieten van Ajax. Zo, ik heb even spullen gepakt om te fotograferen. Ik heb nu wel de bronzer gepakt die ik eigenlijk vorige week had. Maar toen had ik al een bronzer. Dus dat is de Lottie London 10 Time Bronzer in Light Medium. Ik wil deze voor een extra artikel, dit geurtje. Dit is een geurtje van de Lidl. Dan heb ik deze kruidvat... Even Skin Pore Refining Face Drops. Die je even moet schudden. Hier ga ik dus foto's van maken. En dit hele leuke oogschaduwpalet die ik is bij de Action heb gehaald. Met best wel gewaagde kleurtjes. Maar ik vind hem heel tof. Dus ik ga hier even fotootjes van maken. Dus even aan de gang. Nou, er ontstond net een situatie. Ik had de katten eten gegeven. Maar ik had dus nu een nieuw voer van de Lidl. En die had ik al wel een keer gehad. Alleen de smaak die ik toen had, die hadden ze dus niet. Dus ik had een ander meegenomen. Ik vond het er zelf heel vies uitzien, moet ik zeggen. Ik kan me niet voorstellen dat katten dit lekker vinden. Maar oké. Mickey en Muis die zaten er heerlijk van te smullen. Tijgertje deed er wat langer over. Tijgertje begon op een gegeven moment een beetje te spelen met haar eten. Steekt ze haar pootje in het bakje en daarmee haalt ze het eruit. En dan gaat ze het opeten, waardoor er dus allemaal voer op de grond belandt. Maar die gingen Muis en Mickey gingen samen aanvallen op het bakje van Tijgertje die nog niet leeg was. Nou, Tijgertje liep op een gegeven moment bij het bakje weg. Dus ik denk dat ze genoeg had. Maar dat heb ik echt nog nooit meegemaakt. Dat Muis het bakje van iemand anders gaat leeg eten. Want het is juist altijd Muis die de pineut is. Maar Muis zat in een rap tempo op. Dus volgens mij viel het bij Muis in goede smaak. Maar goed, ik heb de foto's gemaakt. Ik heb het geïmporteerd. Dus dat was allemaal wel fijn. Ajax heeft afgekeken, ondertussen nog even een spelletje gedaan. Ik heb ook onwijs buikpijn. En Ajax heeft gewonnen met 5-1, dus dat was top. Dus dat was wel een leuke wedstrijd. Nu ga ik nog even lekker relaxen. Vanavond kijk ik naar de laatste weet ik veel. En ik denk dat het nogal hilarisch kan worden, want Stefano Keizers die doet mee. En ik heb die nu een paar keer bij Ranking the Stars gezien. En ik moet zeggen dat ik het een bijzonder persoon vind... Hij doet ook mee bij het perfecte plaatje. Ik merk wel dat hij het heel goed kan. Dat ga ik kijken. En daarna, ik heb nog wat dingen terug te kijken. Ik heb nog een witse die ik zou kunnen kijken. Ik heb nog een Ranking the Stars. Ik moet even kijken waar ik voor ga kiezen. Dat weet ik nog niet. Verder heb ik gewoon Rex en Jane de... Nee, ik heb de cover vanavond. En ik ga even de foto's bewerken. Ik ga straks lekker warm douchen en dan ga ik kippenpootjes braden, want die had ik gehaald. Dus die ga ik lekker eten met frietjes. Dus ja, zo komen we de zondagavond ook wel weer door. Dus even nog de laatste keer meedoen met weet ik veel, want het is de laatste aflevering. Dus daar heb ik wel zin in. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Ik ga als een malle mijn batterij op de oplader leggen, dat ik morgen weer met de vlogcamera kan filmen. Maar ja, zulke dingen gebeuren soms eenmaal dat je batterij leeg is. Ik zou bij deze in ieder geval zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is 19 oktober. Ik ben klaargemaakt. En volgens mij heb ik mijn bril niet helemaal goed schoongemaakt. Maar dat komt zo meteen wel. Vandaag op de planning. Video opnemen. En daarna ga ik even bullet journalen.
Dus niet heel veel bijzonders, maar gewoon even lekker een beetje relaxed. Ik heb gisteren meegespeeld met weet ik veel. En ik had een 6.2. Daar was ik heel blij mee. Ik was oprecht een beetje verrast. Stefano Keizers was een van de deelnemers. Ik kende hem totaal niet. Hij zat laatst bij hij zat bij Ranking the Stars. Dus ik dacht, wie ben jij? Ik zat even met mijn ouders te appen. Dus ik vond hem een beetje vreemd. Ook hoe die sprak. En ik dacht, jij bent een beetje apart. Het is wel een cabaretier. Dus sommige cabaretiers die zijn ook wat aparter. Maar ik vond het nogal een aparte verschijning. Laat ik het daarop houden. Nou, toen dook hij vorige week ook op bij het perfecte plaatje. En nu zat hij dus bij weet ik veel. Maar die gast die is gewoon super slim. Hij had ook gewonnen. Hij had een vet goed cijfer. Ik weet niet meer wat hij had. Maar, hij was gewoon super goed. Ik dacht echt, wow, ik had dit niet verwacht of zo. Ze hadden ook best wel een mooi bedrag opgehaald. Ik vond het doel ook heel mooi. Dat was voor een opvang voor honden. Dus dat vond ik echt een heel goed doel. Ik zit ondertussen even met Mickey. Nee? Dus ja, ik was er nogal verrast over. Ik heb daarna Witsen gekeken, want dat had ik zaterdag even opgenomen. Ik heb even All Stars en Zonen nog gekeken en een stukje van Ranking the Stars. Rex. En toen was het tijd voor Undercover. Netflix kondigde aan elke week een nieuwe aflevering. Dus ik start mijn Netflix op en ik ga naar aflevering 7, want ik was bij aflevering 7. En tot mijn grote verbazing staan alle afleveringen ineens online. Dus ja, ik vond het super leuk, maar ik dacht, waarom kondig je dan eerst aan elke week een nieuwe aflevering? Want het zou eigenlijk ergens in november zijn dat alles erop zou staan en nu staat alles al online. Ja, mij hoor je niet klagen, maar het was een beetje bijzonder. Dus ik heb vanavond en morgen nog Jane the Virgin en daarna kijk ik Undercover uit. En dan moet ik echt weer op zoek naar een nieuwe Netflix serie. Het is echt super spannend. Mocht je Undercover niet gezien hebben of mocht je hebben gewacht met seizoen 2 tot alles online staat. Seizoen 2 is dus nu helemaal online. Mocht je dat nog nooit gezien hebben en hier toch heel benieuwd naar zijn, raad ik je aan om wel even vanaf seizoen 1 te gaan kijken. Want anders dan snap je het misschien niet helemaal. Het was echt ook een heel mooi seizoen. Dus echt wel een dikke aanrader. Ik heb even mijn foto's bewerkt. Ik wil eigenlijk nog even een fotootje erbij maken. Maar dat komt strakjes wel. Ik ga zo eerst even stofzuigen en de bak scheppen en dan even filmen. Nathalie is ook vandaag weer begonnen met werken na haar verlof. Dus mijn moeder is nu op lente aan het passen. Die heeft deze week vakantie, dus ze kon iets meer oppassen. Dus dat was wel leuk. En dan ziet ze lente ook iets vaker. Want dat is toch wel, als je gewoon best wel een afstand hebt, zeg maar, dat het gewoon allemaal iets anders is. En helemaal natuurlijk nu je ook niet in het openbaar vervoer mag, dan is dat gewoon heel, of mag, ja, eigenlijk niet voor onnodige zaken, dan is dat natuurlijk gewoon allemaal wat lastiger. We gaan even de bak scheppen, even stofzuigen en dan gaan we maar eens eventjes een videootje opnemen. En dan ga ik daarna even bullet journalen en daar zal ik jullie bij zetten. Dus tijd om even wat te gaan doen. Zo, ik heb net even video opgenomen. Ging eigenlijk heel erg vlot. Dus dat is altijd wel fijn. Dan kan ik het ook gelijk even opruimen. En dan is dat weer klaar. Ik had trouwens ook mijn nagels nog gelakt. Ik zal je zo even laten zien welk kleurtje er dit keer op zit. Ik vond namelijk nog een kleurtje van die neon collectie. Die ik nog niet had gebruikt. Ik zal hem er even bij pakken. Het is ook een oranje kleurtje, maar het is niet dezelfde oranje als die ik de laatste keer op had. Ik zal hem eens even pakken. Even kijken. Het is deze. Nou denk je, goed, dat lijkt heel erg op die andere. Ja, maar dit is de 08 Shell Orange. Je ziet wel echt puur oranje. En ik vond het wel leuk. Ik had wel weer zin in een fel kleurtje. Dus die had ik nog even aangebracht. Ik ga eventjes wat drinken. Spullen naar boven brengen. En dan ga ik eventjes lekker bullet journalen. Het is eigenlijk nog best wel vroeg. Want het ging allemaal super vlot. En dat is ook wel lekker. Dus daar ben ik heel erg blij mee. Dus dat ga ik eventjes doen. En dan zet ik jullie er zo meteen wel eventjes gezellig bij.
Zo, het kaartje van de camera is vol. Het gaat echt soepel deze week. Lege batterijen, volle kaartjes. Nou, die moet ik straks gewoon gaan legen. Ik heb nu alleen een beetje hoofdpijn hier. En ik liet net het bakje vallen voor het eten van Muis. En daar baalde ik heel erg van. Ik ga gewoon even die knip eruit doen. Dat kan ook wel eens helpen. Daar baalde ik dus een beetje van. Want ja, alles lag op de grond. Dus ik heb het gewoon met mijn vingers terug erin gedaan. Super vies. Want ja, nee, goed. Daarna goed je handen was. Het overal heb ik opgeruimd. Maar dan zijn mijn handen zo glad en dan ben ik het eten aan het uitdelen. En dan ja, gaat het niet helemaal goed. Dus dat was wel eventjes vervelend. Nou ja, ze heeft inmiddels gewoon lekker wel de eten opgegeten. Maar dat betekent dat ik het morgen wel weer even beter ga doen. Ik heb net de aardappeltjes eruit gehaald, want die ga ik straks eten. Die Halloween aardappeltjes van de Lidl. Deze. Dus ik ben heel benieuwd hoe die gaan smaken. Ik ga die straks eten. Dus jullie horen morgen hoe die mij zijn bevallen. Vanavond heb je weer koken zonder kijken. Dat vind ik zelf heel erg leuk. Je hebt Chateau Meiland. Dat ga ik ook kijken. Ik ga Jane the Virgin kijken en Rex. Ja, Jane the Virgin is nu de ene laatste aflevering. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Ik ga eventjes mijn artikel schrijven. En ik heb die foto niet gemaakt. Dus dat moet ik zo nog eventjes doen. Het gaat soepel allemaal vandaag. Nee, niet meer aan gedacht. Dus dat ga ik zo gewoon nog even doen. Dan ga ik mijn artikel schrijven en ja, verder eens lekker tv kijken. Ik ga zo in ieder geval nog even lekker relaxen en mijn kaartje straks legen. Ik zie jullie dan ook gewoon morgen, want ik ga nu toch niks meer doen. Dus ik zou willen zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is 20 oktober. Ik ben klaargemaakt en ik heb het koud. Ik ga even maar iets wat verder dicht doen. Ik vond hem gisteravond niet zo lekker. En dit kwam door de broccoli. Ik moet zeggen dat die aardappeltjes die ik je gisteren liet zien heel lekker waren. Ze lijken heel erg op de lachenbekjes van Avico qua smaak. Dus dat is eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Alleen deze waren wat leuker qua prijs. En ja, ze waren speciaal voor Halloween. Het is natuurlijk wel een artikel wat ze niet altijd hebben bij de Lidl. Maar ja, ze waren heel lekker. Alleen de broccoli die viel niet helemaal goed. Want ik had op een gegeven moment afgewassen. En toen rook ik nog heel erg de broccoli geur. Ik werd er heel na van. Ik was gewoon niet lekker in mijn buik. En nee, het wou gewoon allemaal niet. Gelukkig ging het later wel weer wat beter. Maar ik had wel even iets van voorlopig geen broccoli meer. Want was er zo na van. Toen had ik mijn tongpiercing. Die had ik laatst verwisseld naar een kort staafje. Nou, daar zit de lange nu weer in. Want dat balletje, dat draaide er steeds af. Ik had gisteravond twee keer toen dat balletje in mijn mond. Nou, toen was ik ook wel klaar mee. Ik dacht, ja, dan ga ik straks slapen. Slik ik dat balletje misschien door. Dan heb ik een nog groter probleem. Dus ja, dat heb ik ook maar even weer verwisseld. Verder heb ik gekeken naar koken zonder kijken. Vind ik heel leuk om naar te kijken. Het duurde dit keer ook anderhalf uur. Ik merk dat RTL de laatste tijd hun programma's meer op anderhalf uur zet. Gebeurt bijvoorbeeld ook met het perfecte plaatje. En dus nu ook bij kijken zonder koken zonder kijken. Wat ik vaak het idee krijg bij dit soort programma's. Dat mensen denken dat die mensen gewoon echt wonderen kunnen verrichten achter zo'n programma. Want er was best wel een wensenlijst. Er was een... Ja, ik weet niet of het een hoog budget is. Het klinkt vrij laag budget. Ik denk dat je er een prima huis voor zou kunnen kopen. Maar dat ligt eraan hoe groot je wensenlijst is en waar je gaat kopen. Ze wilde heel graag kopen in Haarlem. Moest een jaren 30 woning zijn. Zoveel vierkante meter. Ik geloof 100 vierkante meter het liefst. Dat werd gewoon heel lastig. En toen zijn ze op een gegeven moment zijn ze op vakantie gegaan. Het programma heeft ook om meer geld gevraagd. Ze hebben op een gegeven moment zelfs 55.000 euro erbij geleend. Hebben ze een huis gevonden. Maar hun hebben afstand moeten doen van hun rechten om te mogen tekenen. Omdat hun op vakantie waren. En ja, het leek een soort van doorreis. Want ze gingen naar verschillende landen. Dus de makelaar die had een huis gevonden, die heeft daarvoor getekend. En toen gingen ze het rondje rijden. Toen gaan ze een rondje door Haarlem rijden om te kijken wat er te koop staat. Ik vond ze ook niet super enthousiast. Maar goed. Nou ja, toen gingen ze het bekijken. En ik snapte heel goed, want je kon niks met dat huis. Tenminste, ik kon er ook niet doorheen kijken. Want er stond helemaal niks. Het was echt een huis wat
ja, het leek net gebouwd of zo. De hele binnenkant was, alles was kaal. Er stonden echt alleen vier muren en een dak en dat was het. Uiteindelijk was het resultaat heel mooi. Ik vond die vrouw ook niet heel enthousiast. Ik vond haar een beetje lastig zelfs. Uiteindelijk was ze wel met het eindresultaat heel enthousiast, dus dat was leuk. Ik heb mijlandjes gekeken, was leuk. Ik heb gekeken naar... Rex en Jane the Virgin. Dit was meer een aflevering waar de hoofdpersonen aan bod kwamen. Die wat meer vertelden over de serie, hoe hun ervaring was. Vanavond heb ik dus echt de laatste aflevering. Ik vond het wel leuk om te zien hoe die mensen dus zijn als ze dus niet in die rol zijn. Want vooral de vader van Jane, Rogelio de la Vega, zoals hij het zelf zegt, die is best wel uitbundig in de serie. Maar nu zie je dus dat het eigenlijk gewoon een hele normale man is. En dat snap ik ook wel, dat dit gewoon puur een rol is. Maar dan kun je zien hoe iemand dat goed kan. Dus ik ben heel benieuwd naar de laatste aflevering vanavond. Maar ik heb een projectje bedacht. En dat is de krabbouw. De krabbouw ziet er alweer heel lelijk uit, zoals je kan zien. Dat touw, dat is weer helemaal los. En er moet eigenlijk gewoon nieuw touw omheen. Nu heb ik dus gelezen dat je dat zelf kunt doen. Want ik vind de krabbouw zelf nog heel mooi. Hij is nog goed. Het is pure touw. Het schijnt dat je sisal touw kunt kopen. En dat je het dan zelf kunt omwikkelen. En nou wil ik dat, daar wil ik eens even naar gaan kijken of dat ik dat kan kopen. En of dat zou lukken. Want dat zou echt top zijn. Dus ik was benieuwd, misschien heeft een van jullie wel ervaringen al met zoiets. Misschien heb je zelf een krabbouw al een keer opnieuw bekleed met touw. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie daar tips voor hebben of suggesties. Want ik weet het zelf niet zo goed. Ik heb het ook via het internet. En ja, ik ken niemand die dit alles heeft gedaan. Dus ik dacht misschien dat een van jullie het al een keer heeft gedaan. Ja, en anders ga ik het gewoon proberen hoe ik denk dat het goed is. Ik ga nu even aan de gang. Ik ga de kattenbak doen. Even lekker stofzuigen. De douche in de gang. Ik zal jullie bij de douche erbij zetten. En dan ben ik straks ook lekker bij tijds weer een beetje klaar. Dus dat ga ik nu eventjes doen. En dan zie ik jullie. Ja. Jullie zien het als ik jullie erbij zet, moet ik eigenlijk zeggen. Nou, wat een voldane middag. Ik heb zoveel kunnen doen. De katten hebben nu net gegeten. Ze zitten nog een beetje na te smikkelen bij de bakjes. Ik had ook nog een wasje aangezet. Ik had een dekbed overtrek erin zitten. Ik had niet heel veel shirtjes erbij gedaan, een paar. Omdat ik hem niet zo vol wil doen met een dekbed overtrek. Die was gewoon al klaar, dus die hangt gewoon al. Nou ja, ik was eigenlijk, volgens mij was ik om 3:50 al klaar met alles. En ik dacht, ja, laat ik de ondergoedlaag gewoon nog even gaan opruimen. Dat vind ik prettig om één keer in dezelfde tijd alles netjes te leggen. Ik was ook een paar broekjes kwijt. Daar heb ik er één van teruggevonden en eentje nog niet. Dus het kan zijn dat die nog in de wasmat zit. Dat durf ik niet te zeggen. Daar moet ik eventjes naar gaan kijken. De sokkenla is ook weer netjes. Maar ik heb wel besloten dat als ik weer een keertje bij IKEA kom, dat ik weer even van die bakjes wil halen. Ik heb van die opvouwbare... Ja, ze worden opvouwbaar geleverd en die kun je dan aan de onderkant met een rits dicht doen, zeg maar. Dan heb je gewoon een bakje. Die vind ik super handig voor in ondergoedlades en sokkenlades. Dus dat vind ik nog wel eventjes een fijn punt. Ik moet nog even kijken of ik nog de zwemkleding hier wil laten liggen. Want ja, eigenlijk zwem ik nooit. En ik denk dat ik 9 van de 10 kledingstukken niet eens meer pas, omdat het veel te groot gaat zitten.
nou ja, zou ik dan ooit gaan zwemmen, zou ik me er toch niet comfortabel in voelen. Maar ja, die kans dat ik ooit ga zwemmen is sowieso heel klein. Dus ik hoef me daar niet zo druk om te maken. Maar misschien een ander plekje geven. Daar ga ik nog even over nadenken. Maar het was in ieder geval een hele voldane middag. Ik ga nu even lekker relaxen. Dan ga ik vanavond weer het perfecte plaatje kijken in GTSD. GTSD is op dit moment ook best wel spannend, want er loopt echt een creep rond. Echt, die vrouw is echt koekoek, want ze is echt een beetje maf. Het perfecte plaatje dus. Ik denk dat ik ook nog even wat wil terugkijken. Het een en het ander. Ga ik even kijken wat ik ga doen. Ik heb Rex en dan de allerlaatste Jane the Virgin. Na vanavond is het over voor mij. Ja, ik moet het hele seizoen ooit nog eens weer gaan kijken. Maar dat denk ik niet zo snel dat ik het opnieuw zou kijken. Hoe gaaf ik het ook vind. Als ik het ken, dan ken ik het. Sommige series, dat vind ik niet erg om dat TikTok opnieuw te zien. Maar dit weet ik niet. Maar goed, het is echt. Ik ga er intens van genieten. Ik hoop dat het heel leuk gaat worden. En ja, ik ben er heel benieuwd naar. Verder ga ik eventjes de foto's bewerken voor morgen. En probeer ik even de vlog af te maken. Dus een basic avondje, maar prima. Ik ga bij deze de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nou nieuw op mijn kanaal en zou je graag op de hoogte willen blijven van mijn video's? Kun je je geheel gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken die boven aan deze video staat. Ook kan dit op mijn kanaal zelf, daar kun je op de rode abonneerbutton drukken. Daarnaast staat een belletje, als je die aandrukt krijg je elke keer een melding zodra er van mij een nieuwe video online komt. Vond je deze video leuk, doe dan ook gewoon even je duimpje omhoog. En ik hoop je in ieder geval bij een volgende video weer te zien. Doeg!